zijn vandaag op het jaarlijkse evenement voor SEP Beach Collectie 2014 voor te stellen hier in Knokke op Monroe Beach. Dit jaar hebben we geopteerd om dat samen te doen met een aantal leuke andere merken in België. Dat zijn de Kisi, de Comfy Glamwear, Pandora, de bedeltjes, de juweeltjes en ook Uzuri, de teenslippertjes. De SEP Beach Collectie voor volgend jaar is opgebouwd uit drie thema's. Het eerste thema is eigenlijk het glow thema met heel veel warme tinten, rood, dierenprints. Het tweede thema is meer de Ibiza glammy style, waar je heel veel kleur gaat inzien van gouden kleuren, gouden tinten. En dan het derde thema is aqua azur, waar je heel veel blauw, turquoise en al die schakering hebt. Ik durf toch wel te stellen dat we heel veel bandeaus gaan zien volgend jaar op het strand. We gaan heel veel mooie triangels zien, heel veel glitter, heel veel frisse tintjes. Happy people on happy places. Dat is eigenlijk een beetje het thema. Elke vrouw mag zich in een SEP gelukkig prijzen, mooi voelen. En ik zeg altijd, fashion is what you wear. Eender wat je draagt, dan gedraagt het met gevoel en met hetgeen wat je, wie dat je bent, dan is dat altijd goed. Dat is voor mij echte fashion. Ik vind de collectie van Kisi, de tracking suits, vind ik echt super. Ik vind ze heel mooi. Hele toffe kleuren en ze voelen heel tof aan als je ze opdraagt en dat vind ik heel belangrijk. Kisi is jong, dynamisch, is hip, is comfortabel, makkelijk en toch chic. Kisi is een heel leuke joggingsgezin. Ik draag dat zelf heel graag. Dat is iets als je thuis komt, hop, die jogging aan en daar kan je gewoon mee over de straat lopen. Dat is fantastisch, hè? De Kisi's, ik ben daar al heel lang fan van, want ik reis heel regelmatig, ook heel lange trips. En dan is het makkelijk om comfortabel te zitten en toch een beetje glamour uit te stralen. SEP, ik ben eigenlijk echt heel fan. Als je zo'n gewone vrouw bent, dan kun je dat gewoon aandoen. Elke vrouw van elke leeftijd past dat gewoon. Die pasvorm is goed.